Ik denk dat wij als ploeg vandaag een wedstrijd spelen vanuit de organisatie zoveel mogelijk. Dat we zoveel mogelijk de volgende stappen willen nemen in vergelijking met de vorige wedstrijden. Wat ook nodig is natuurlijk, als je onze kern bekijkt tegen opzichte van vorig jaar, ja, er zijn heel veel nieuwe spelers in te passen. Ik denk dat wij dat stap voor stap moeten nemen. En dat is wat wij proberen doen nu in deze voorbereiding. Ik vond het vooral in het begin een zeer moeilijk iets voor KSV Temse. Ik had eerder de indruk dat de bezoekers een beetje de bovenhand namen. Hoe kwam dat? Waren er zenuwen aan datgene wat dat er aan vasthangt, de wedstrijd van Cerkelen donderdag? Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar ik denk niet dat met de zenuwen te maken heeft. Ik denk dat iedereen, dat wij ook vorige week op Eppegem, 2 weken geleden tegen Blankenbergen, 2 keer en een 3e keer een tegenstrever hebben voorgeschoteld gekregen, die zeer gemotiveerd tegen ons aan een aftrap komt. En zij gaan op enthousiasme er zeer sterk in, de eerste kwartier. Ja, dat is voor ons zaak dan eigenlijk om de nul te proberen houden, om die organisatie te proberen houden en niet te veel weg te geven. Ik denk ook dat wij nadien, ook vooral in de tweede helft, de bovenhand hebben genomen en dat wij uit die dominantie ook ons doelpunten hebben kunnen maken. Winst 2-0, dat betekent donderdag naar Cerkelen. Misschien niet meteen goede moment om nu naar Cerkelen te moeten na de 7-1 pandoring van gisteren, want zij willen het wel iets recht zetten, denk ik dan. Ja, dat zij op scherp zullen staan, dat is een zekere zaak, denk ik. Nu goed, ik denk dat voor iedereen een wedstrijd tegen een ploeg uit 1B en dan waarschijnlijk ook een topper uit 1B in principe, dat voor iedereen een cadeau is. Ik denk dat we allemaal super gemotiveerd naar daar zullen gaan. En kijk, we zullen zien wat er uit de bus komt. We kunnen niet meer doen en proberen opnieuw de volgende stap te nemen en klaar te zijn tegen de eerste competitiewedstrijd in Torhout. Tot slot, hoe leefde dat vooraf bij de groep, wetende, want je bent daarmee bezig natuurlijk, hè, dat je tegen Cerkelen kan komen? Ja, de loting was vooraf al duidelijk. Dus wij wisten inderdaad dat we bij een zege een wedstrijd tegen Cerkelen zouden krijgen. Maar ik denk dat wisten wij ook al 3 wedstrijden geleden. Ik denk dat wij gewoon wedstrijd per wedstrijd deze bekercampagne hebben aangevat. En dat wij nu tevreden mogen zijn dat wij 3 zegens hebben kunnen behalen en dat we die wedstrijd nu cadeau krijgen. Ja.